De heer Wilders. Voorzitter, ik vind het schaamteloos dat de heer Rutte hier opnieuw als kandidaat-premier staat. Hij heeft Nederland van crisis naar crisis gebracht. Hij heeft een spoor van vernieling achtergelaten. En heel veel mensen die nu televisie kijken zullen niet snappen dat degene die daarvoor verantwoordelijk is, die verantwoordelijk is voor het toeslagenschandaal, waar mensen totaal onschuldig zijn gecriminaliseerd, hun kinderen uit huis zijn weggehaald. Hij is verantwoordelijk voor het idee om een Kamerlid weg te werken, heeft daarover gelogen tegen de Tweede Kamer, heeft een unaniem aangenomen op zijn eigen fractie na motie van afkeuring aan zijn broek gekregen. En hij staat hier met alle bravoer, staat hij gewoon alsof er helemaal niets gebeurd is. En wat moeten mensen nou denken? Het vertrouwen in de politiek, meneer Rutte, is door mensen als u gigantisch laag. Hè? U bent een beetje de politieke pyromaan die opnieuw de brandweercommandant wil worden. En dat is niet geloofwaardig. Dat is niet geloofwaardig. Dus we kunnen nu, en dat zullen we vandaag ook doen, en ook ik zal eraan meedoen, over allemaal inhoudelijke dingen praten. Maar ik heb ook al eerder gevraagd, u zorgt ervoor dat het politiek, het vertrouwen in de politiek alleen maar daalt, omdat u die politieke pyromaan bent die Nederland een spoor van ellende heeft achtergelaten en er gewoon van staat en dadelijk in januari waarschijnlijk gewoon weer in vakantie zit en gewoon doorgaat alsof er niets is gebeurd. De heer Rutte. Ja, voorzitter, als de heer Wilders betoogt dat er in de afgelopen 11 jaar, waarin de VVD de grootste partij van Nederland is, er ook dingen niet goed zijn gegaan, er zelfs een paar zeer ernstige crises zijn geweest die we met elkaar hebben op te lossen, dan heeft hij daar gelijk in. En hij noemt terecht de verschrikkelijke affaire met de kinderopvangtoeslag, maar hij had ook nog kunnen noemen de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen. Nou heeft hij daar gewoon gelijk in. En tegelijkertijd is mijn partij, ben ik er trots op, dat wij tot 4 keer toe van Nederland het vertrouwen hebben gekregen als grootste partij het voortouw te nemen in coalitieonderhandelingen. Ben ik er trots op dat we met de eerste 2 kabinetten dit land financieel op orde hebben gebracht. Ben ik er trots op dat we met de in januari vertrekkende coalitie erin geslaagd zijn dat land verder te stabiliseren en de eerste noodzakelijke investeringen te doen in onderwijs, in veiligheid en een pensioenakkoord tot stand te brengen en een klimaatakkoord tot stand te brengen. Wij zijn op dit moment een van de snelst groeiende en best presterende economieën van de westerse wereld. Daarom is het nu ook mogelijk de komende jaren om ervoor te zorgen dat die grote vraagstukken voor komende generaties op het terrein van wonen, veiligheid, klimaat en onderwijs, om die ook met elkaar verder aan te pakken. Daar ben ik trots op. Maar ik ben het met de heer Wilders eens. Er zijn ook dingen niet goed gegaan die afgelopen jaren. En dit voelt als een dure plicht en ook als een opdracht van de kiezer die wij in maart als VVD gekregen hebben, als grootste partij, om er alles aan te doen om ook die vraagstukken op te lossen. De heer Wilders. Ja, voorzitter, de heer Rutte gaat voorbij aan mijn punt. Mijn punt is dat u, als u dat allemaal hebt veroorzaakt en die het wegwerken, proberen weg te werken van de heer Omtzigt, die vandaag helaas afwezig is, en daarover liegen tegen het parlement, is allemaal na de verkiezingen gebeurd. Het heeft niets te maken met, ik heb een goede uitslag gedaan bij de verkiezingen. U bent iedere keer opnieuw, voor al die crisis, voor al die leugens, voor al dat wanbeleid, bent u verantwoordelijk. En ik kan er gewoon niet tegen. Ik snap het gewoon niet dat er niet ergens een belletje gaat rinkelen van, moet ik dan niet ook mijn verantwoordelijkheid nemen? En u staat hier dan weer, en ook gisteren met veel bravoure en met, ja, ik probeerde het al wat bescheiden te doen, maar dan staat u weer en dadelijk bent u weer premier. En die Nederlander die denkt, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Als ik 1 foutje maak bij de belastingen, dan word ik maanden, jarenlang word ik achtervolgd. En dan vergeven ze mij die fout niet. Als ik dronken over straat rijd, wat je natuurlijk nooit moet doen, dan raak ik mijn rijbewijs kwijt of ga ik de bak in. En niemand die mij vergeeft. Als ik een fout maak, moet ik daarvoor betalen. En ook betaal je daarvoor een prijs. We zijn volwassen mensen. Als we fouten maken, moeten we daarvoor af worden gerekend. En u wordt daar niet voor afgerekend. Die leugen, het wegwerken van de heer Omtzigt, is na de verkiezingen gebeurd. De kiezer heeft daar niet over kunnen oordelen. En ik snap het gewoon niet, voorzitter. Ik begrijp dat ik niet voor elkaar krijg dat de heer Rutte nu gaat zeggen, oké, Wilders, je hebt gelijk. Ik hou ermee op. Dat begrijp ik. Maar u moet wel nadenken dat heel veel mensen thuis dat niet snappen. En als u ook gisteren voor de televisie zei, het vertrouwen is laag, komt dat onder andere door u. De heer Rutte. Ja, voorzitter, op zich noemt de heer Wilders terecht ook dat vertrouwen in de politiek. En dat vertrouwen in de politiek, dat zien we ook in recente onderzoeken, is laag. Ook in het openbaar bestuur is dat laag. En dat komt niet alleen door de coronacrisis. Daar is meer aan de hand. Daar heeft hij gewoon simpelweg gelijk in. Wat ik voelde bij ook mijn collega's gisteren bij de presentatie van het akkoord, is dat we op zichzelf er trots op zijn dat er, vinden wij, een goed stuk ligt waar het noodzakelijke
een noodzakelijke visie in zit voor de toekomst van Nederland. Maar dat wij ook zeiden, het nu uitserveren van die visie, van dat plan, met de gebruikelijke borstklopperij zal volstrekt ongepast zijn. En dat voelt ook gewoon, het voelt gewoon niet goed op het moment dat er nog zoveel problemen in Nederland zijn, er ook zoveel mensen zijn met grote zorgen. En wat zegt nou Nederland volgens mij? Dat is echt mijn overtuiging. Mooi dat er een nieuw kabinet komt, maar laat het nou maar zien. Bewijs het nou maar in de praktijk. Laat maar zien dat je inderdaad bereid bent om, ook als het gaat om de bestuurscultuur, hoe jullie met elkaar omgaan, dingen te veranderen. Laat maar zien dat je die plannen op onderwijs en klimaat en veiligheid en wonen kunt uitvoeren. Laat dat maar zien. En dat is ook terecht. De proof of the pudding is in the eating. Dat zullen de kiezers denken. En daar hebben ze volkomen gelijk in. En er hoort ook bij dat als dingen niet goed zijn gegaan, zoals met de kinderopvangtoeslagaffaire die verschrikkelijk is, de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen, dat deze aantredende coalitie dat zijn taak ziet om daar alles aan te doen, om daar duidelijkheid te brengen en toekomstperspectief voor de mensen. De heer Wilders. Nou ja, voorzitter, ik denk dat er wat anders aan de hand is. Ik denk dat de heer Rutte gewoon vooral met zichzelf bezig is. Hij is helemaal niet bezig met wat het beste is voor Nederland of voor zijn partij of wat dan ook. U bent met uzelf bezig. U trekt niet de conclusies over alles wat er is fout gegaan, uw leugens, het wegproberen te werken van de heer Omtzigt. Maar kijk nou ook naar dit akkoord. Ik heb eens, voorzitter, op een rijtje gezet wat u allemaal heeft gedaan. Ik vind het niet leuk om te vertellen, maar links, mevrouw Kaag, is de winnaar van de formatie. U heeft een akkoord gemaakt waar links Nederland zijn vingers bij kan aflikken. En wat heeft u gedaan? Ik noem het dus op, mevrouw de voorzitter. U heeft ervoor gezorgd dat er meer immigratie komt, meer asiel, meer illegale opvang. Er komt rekening rijden. We krijgen vliegtaksen, meer Europese Unie. De obsessie van mevrouw Kaag over klimaat en stikstof is ongeveer de rode draad in het regeerakkoord. U heeft werkelijk niets binnengehaald om de immigratie te beperken. Het grootste probleem op dit moment in Nederland is niet klimaat en stikstof, is het feit dat uw eigen staatssecretaris van immigratie in uw gemeente oekazen stuurt om ze te dwingen nog meer asielzoekers op te nemen. Heel veel Nederlanders willen dat niet. Staat bovenaan de lijstjes waar mensen zich zorgen over maken. Maar u maakt net zo makkelijk met rechts een coalitie als met links, als Mark Rutte maar in het torentje blijft. Waarom zegt u niet gewoon eerlijk dat u allemaal niets interesseert, zolang u maar lekker in dat torentje aan de macht blijft? Nederland heeft er niks aan, maar u heeft er alles aan. Heer Rutte. Voorzitter, om te beginnen, klimaat en stikstof, dat is niet een hobby van links of van rechts. Als wij die vraagstukken niet oplossen, kijk naar stikstof, dan kunnen we niet bouwen, dan kunnen we geen wegen aanleggen, dat moeten we oplossen. Het klimaatvraagstuk, dat moeten we oplossen. Anders krijgen we een steeds smeriger land waar mensen niet willen wonen, waar komende generaties niet goed kunnen opgroeien. En het goede nieuws is, omdat de economie er zo sterk voor staat, dat we deze twee grote vraagstukken meerjarig kunnen gaan aanpakken op een manier dat de impact op de individuele Nederlander er absoluut zal zijn, maar minder heftig dan als er minder geld beschikbaar was. Dat is het goede nieuws van dit akkoord en dat zullen we de komende jaren ook moeten waarmaken. Op migratie denken de heer Wilders en ik niet precies hetzelfde. Ik ben niet tegen elke asielzoeker. Ik vind dat Nederland opvang moet bieden aan asielzoekers die vluchten voor oorlog en geweld. Maar de aantallen moeten beheersbaar zijn en dat moet ook voor het hele land draagbaar zijn. Er hoort ook bij dat mensen weggaan die er niks te zoeken hebben. En wat dit akkoord doet is langs drie lijnen ervoor zorgen dat wij de migratie beperken. In de eerste plaats, net zoals met Turkije, de heer Wilders was daar tegen, willen wij doorgaan met deals sluiten met landen in de regio voor opvang in die regio. Ten tweede willen wij ervoor zorgen dat de buitengrenzen van Europa goed worden beveiligd. En de laatste voorstellen van de commissie, ook zo gehaald door de heer Wilders, maar die heb je hier nodig. Je kunt het niet als Nederland alleen oplossen, daar heb je ook Europa, onze gezamenlijkheid in Europa bij nodig. De laatste voorstellen van de commissie en wat de Franse president wil gaan doen in de eerste helft van volgend jaar als voorzitter van de Europese Unie is precies wat nodig is om die buitengrenzen beter te bewaken. Om in staat te zijn, ook binnen die buitengrenzen, als het nodig is, ook binnengrenzen te kunnen sluiten. En het derde wat we willen doen is ervoor zorgen dat mensen die hier niks te zoeken hebben, die weg kunnen, weg moeten, maar niet weg willen, dat we veel meer gaan doen om ervoor te zorgen zodat ze ook weggaan. En dat is ontzettend belangrijk, omdat je op die manier een signaal geeft aan de rest van de wereld. Kom hier alleen naartoe als je echt asielzoeker bent. En nogmaals, ook dan alleen als het niet mogelijk is om bijvoorbeeld elders die opvang te krijgen. Heer Wilders. Wat een voorzitter. Dit kabinet, het aanstaande kabinet, doet helemaal niets, niet één maatregel om te zorgen dat er minder mensen binnenkomen met asiel. Sterker nog, u gaat de bedbad- en broodregelingen, de opvang van illegale, gaat u uitbreiden. De gemeenten kunnen, weliswaar zonder subsidie, dat gewoon blijven doen. En u gaat ook nog een nationale opvang voor illegale regelen. Dat trekt natuurlijk alleen maar meer asielzoekers en meer illegale aan. En ik vind het echt ongelooflijk
dat een partij als de VVD, die 10 jaar geleden bij Rutte 1 nog zei, er ligt een regeerakkoord waar rechts Nederland zijn vingers bij kan aflikken, dat ze 11 jaar later met links een akkoord sluiten waar links Nederland zijn vingers bij kan aflikken en de Nederlander totaal in de steek laat. Niets aan immigratie. Bezuinigen keihard op de zorg. Schandelijk. Bezuinigen op de zorg. De ouderen van Nederland. De ouderen van Nederland krijgen opnieuw geen geïndexeerd pensioen, maar ook op een stukje ouderenkorting na, een kruimel, krijgen ze geen verhoging van hun AOW-pensioen. Het is werkelijk ongelooflijk. U geeft 60 miljard euro uit aan klimaat en stikstof. Ik zou zeggen, geef die 60 miljard euro maar uit aan de koopkrachtreparatie van de Nederlanders, aan de ouderen bij hun pensioenen en aan de zorg. Waarom doet u dat niet? Dan staat u voor Nederland. U waait nu met rechts en met links. Nu is links aan de beurt. Meneer Rutte, zolang u er zit, zal het niet goed gaan met Nederland. Ja, voorzitter, ik beschouw het als winst dat de heer Wilders niet ingaat op, in mijn ogen, de verstandige migratieparagraaf zoals het die schetst, die en laat zien dat dit land opvang wil bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld met een fatsoenlijk asielbeleid en tegelijkertijd er ook alles aan wil doen om mensen die daar geen gebruik van kunnen maken hier ook weer weg te krijgen, mensen in de regio op te vangen en ervoor zorgen dat we als Europa gezamenlijk onze buitengrenzen goed kunnen bewaken. Dat is een stevige immigratieparagraaf. Daar ben ik heel erg blij mee. En dat is niet een winstpunt voor één partij of een andere partij. Dat is verstandig beleid. Vervolgens komt hij met een hele zak Engels drop aan andere kritiek. En als ik die allemaal nu ga beantwoorden, heb ik nu geen tijd voor. De heer Wilders. Voorzitter, de immigratie- en asielbeleid kost ons 20 miljard euro per jaar. Ze zitten overal, die asielzoekers. Ze worden nu in voormalige zorgcomplexen opgevangen. Ze worden in luxe hotels opgevangen. Ze worden overal opgevangen. Nederland wordt helemaal overspoeld door mensen die zogenaamd asiel aanvragen, maar helemaal geen asielzoekers zijn. Ze komen uit veilige landen. Ze zijn helemaal geen asielzoekers. En uw staatssecretaris, mevrouw Broekers-Knol, heeft nu een oekase gestuurd tot woede van uw eigen VVD-wethouders in heel veel gemeenten, waarin ze zegt, ik dwing jullie en hun inwoners om nog meer asielzoekers op te nemen. En niet één maatregel. Ik daag u uit. Welke maatregel heeft u genomen in het regeerakkoord om te zorgen dat die gemeentes die mensen niet hoeven op te vangen, dat ze morgen weggaan, dat ze niet meer binnenkomen? Wat doet u daaraan? Hou op met die praatjes. Zeg concreet wat u daaraan doet om te zorgen dat die asielzoekers niet meer in Nederland komen. Ja, als de heer Wilders wil dat er helemaal geen asielzoekers meer naar Nederland komen, daar ben ik niet voor. Waar ik voor ben, is in de eerste plaats dat als het enigszins kan, asielzoekers in de regio worden opgevangen. Ik wijs op 2015-2016, de ernstige Syrische vluchtelingencrisis. De heer Wilders was daar tegen. Die zei, je sluit geen akkoord met Erdogan. Dat hebben we wel gedaan als Europa, en gelukkig maar. Waardoor het aantal mensen wat die levensgevaarlijke overtochten maakte over de Egeïsche Zee van een gigantische stroom is teruggebracht tot enkelen. Waardoor we die asielcrisis toen onder controle hebben gekregen. Meneer Wilders, dat is noodzakelijk. Dat kun je niet als Nederland alleen. Dat moet je met andere landen samen doen. En dat zullen we ook in de komende jaren doen. Door deals te sluiten met landen in de regio. Door als Europa inderdaad Schengen, belangrijk, onze Schengenzone samen te beveiligen. De Fransen maken daar een prioriteit van bij hun presidentschap. Ik zei het net al, van de Europese Unie eerste helft volgend jaar. En waarom is dat belangrijk? Omdat je daarmee ook een draagvlak houdt in Nederland voor de opvang van mensen die hier wel mogen zijn. Maar de heer Wilders negeert een belangrijk feit. Het probleem op dit moment is niet dat de asielinstroom zelf zoveel hoger zou zijn dan in andere jaren. Het probleem is dat we in Nederland op dit moment een enorm tekort hebben aan huisvesting. Voor iedereen, niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor mensen, voor kinderen, voor jongeren, voor studenten die naar een huis willen. Daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat we de komende jaren 2 dingen doen. Extra investeren in onze asielzoekerscentra, zodat er meer capaciteit is. Maar vooral ook dat we erin slagen om mensen die hier wel mogen blijven als asielzoeker, ook zo snel mogelijk aan een baan te helpen, ervoor te zorgen dat ze in deze samenleving een bijdrage kunnen leveren en dus ook uit dat AZC weg zijn. Daar zit het probleem op dit moment. Ook daar zou hij dan wel het eerlijke verhaal moeten vertellen. De heer Wilders. Even zetten, het probleem zit bij de heer Rutte en bij de VVD. Er worden geen asielzoekers nu massaal in de regio opgevangen. Ze komen allemaal hier naartoe. Ze komen naar Nederland toe. Hier lopen de AZC's over. Ik ben onlangs in Ter Apel geweest, meneer Rutte. Daar worden mensen, er zijn steekpartijen tegen mensen die daar wonen. Er zijn vrouwen in rolstoelen die uit een rolstoel worden geduwd door asieltuig, die niet meer boodschappen durft te doen. Er zijn de politie die van weet ik hoe ver moet komen en helemaal niets doet op het moment dat men diefstal pleegt. Er is gigantische overlast van asielzoekers hier in Nederland. En u komt met de Europese Unie en het Franse voorzitterschap. Houd toch op, er moet nu wat gebeuren.
En u doet dat niet. En als u het heeft over de woningen, meneer Rutte, ja, vind je het gek als u onder uw bewind het kabinet zorgt dat alle asielzoekers voorrang krijgen, wat nog steeds in meer dan de helft van de gemeentes gebeurt, voorrang krijgen op Nederlanders die al 10, 15 jaar op de wachtlijst staan voor een huis, ja, dan hebben we wel een probleem. Dan hebben we een probleem met huisvesting. Dat is omdat u die mensen binnenlaat, u laat ze allemaal binnen, niets in het regeerakkoord. Mevrouw Kaag heeft 100% al zin gekregen. De grenzen blijven open. En een van de redenen dat we in Nederland te weinig huizen hebben, is omdat u als VVD die mensen allemaal voorrang geeft op een huis ten aanzien van Nederlanders die moeten wachten. En dat deugt niet. Uw beleid deugt niet. En dat zou u sieren als u dat toe zou geven. U heeft op het thema immigratie en asiel een enorme zeepert gehaald. Niets binnengehaald. U zit er niet voor Nederland, maar voor uw eigen macht. Voorzitter, om te beginnen, die voorrangsregeling voor asielzoekers bij huisvesting is afgeschaft. En dat weet de heer Wilders heel erg goed. En dat is ook terecht, omdat natuurlijk asielzoekers niet meer recht hebben op een huis dan mensen die er al langer wonen, kinderen, studenten, etc., die naar een huis zoeken. Van belang is dat er de komende jaren meer gebouwd wordt. In 2015-16, toen hadden wij een ernstige asielcrisis. Toen hadden we een gigantische instroom van Syrische asielzoekers. Uiteindelijk waren dat er 50.000, 60.000 per jaar, 3, 4 keer zoveel als normaal. Dat was niet meer voor elkaar te krijgen. Toen hebben we ook hard ingegrepen. En het feit dat op dit moment die asielstroom voor een belangrijk deel in Turkije wordt opgevangen, is te danken aan de afspraken die Europa met Nederland voorop, toen als voorzitter van de Unie, met Turkije en Griekenland heeft gemaakt. En ik houd hier staande, voorzitter, dat de heer Wilders ook zijn kiezers knollen voor citroenen verkoopt als hij denkt dat het mogelijk is om een asielbeleid te voeren als Nederland alleen buiten de Europese Unie. Dat gaat niet. We leven in een instabiele wereld waar grote groepen mensen bezig zijn om te vluchten en ook grote groepen mensen niet vluchten, maar zichzelf willen verbeteren. Die laatste groep kunnen we hier niet opvangen. Die eerste groep, daar moet die opvang zoveel mogelijk in de regio plaatsvinden. En als ze toch hier naartoe komen, dan moeten we ervoor zorgen dat mensen hier zo snel mogelijk ook echt een plek in de samenleving hebben. Dat is waar het kabinet zich op richt. Daar gaan we aan werken. Het is echt onzin als de heer Wilders zegt, dat kun je wel even zonder Europa, dat kun je als Nederland alleen. Het simpelweg sluiten van de grenzen hier, dat is natuurlijk geen reële optie. Dat zou gigantische economische financiële gevolgen hebben voor een land wat zo afhankelijk is van zijn economische groei, van onze internationale positie. Dat is zeer schadelijk, slecht beleid. Dank u wel.